Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben te maken met zon en we zien ook sluierwolken. Dat zijn de witte vlekken op de satellietfoto. Daaronder zit op de meeste plaatsen weinig bewolking en dat betekent dat de zon er ook makkelijk doorheen kan schijnen. Maar we zien dus wel van tijd tot tijd die sluierwolken met in de ochtendtemperaturen die al vlot richting en iets over de 20 graden heen gaan. En vanmiddag gaat het kwik verder omhoog en dan zou plaatselijk de eerste 30er op de thermometers kunnen komen. Betekent een tropische dag op sommige plaatsen. We doen dat met flink wat zon en een meest matige wind uit het oosten tot noordoosten. Vanavond blijft het dan lang warm met de dikste sluierwolken in het zuiden van het land en nog steeds die noordoostenwind erbij. En in de nacht zaalt het kwik dan tot net iets onder de 20 graden. Maar morgen loopt het kwik meteen weer op. En dan is het al snel weer 26 tot 29 graden. De kans op onweersbuien in het zuiden wordt wat groter, in het noorden hebben we de meeste zon. En die onweerskans neemt na het weekend geleidelijk verder toe. De meeste onweersbuien hebben we waarschijnlijk op de dinsdag en het is broeierig warm. Vanaf woensdag gaat de temperatuur voorzichtig iets omlaag, maar zomerse waarden van 25 graden hebben we nog steeds. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.